Goedenavond, dames en heren. Ik sta hier met Onaisha Franca, die vanavond met het Nederlands team jammer genoeg met 4-3 van Italië heeft verloren. Ja. Maar daarnaast is er ook een feestelijke aangelegenheid geweest, want jij hebt de Beb van Bijmerwert Award gekregen. Ja. Wat houdt dat precies in? Dat is de meest veelbelovende jeugdspeelster ben. Weet je wie daar al in jou voorgegaan zijn? Ik heb namen gezien van Saskia Koffering, Britt Vonk. Dat zijn vooral de namen die ik heb gezien. Die net ook nog? Die net inderdaad, ja, sorry. Die net dus, dus er wordt van jou heel wat verwacht. Hoe zie jij dat? Ja, ik, als een hele eer. Het belooft veel van mezelf. Ik weet dat er veel van mij wordt verwacht en dat ik er hard voor moet gaan werken. Maar ook een hele eer dat ik al dat het een beloning is voor al het harde werk wat ik al heb geleverd. Ja, dat is fantastisch. En een talent dat moet zich ontwikkelen. Je krijgt daarvoor de kans. Hoe vind je het zo om met het Nederlands team mee te doen vandaag? Ja, heel gaaf. Het is een hele mooie ervaring. Met de speelsters, met de nieuwe coachingstaf ook. Maar vooral met die meiden. Daar keek ik vroeger altijd tegenop en nu mag ik ineens bij hen in de kuit staan en met ze samen spelen. Nou, ik voorspel ook een hele goede toekomst. Ik wens jou daar heel veel geluk en hard werken mee. Ja. Maar het komt best goed. Veel succes ermee. Dankjewel.